Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb zojuist de deur even open gedaan. Het is 7:30 en de mensen van de aannemer die zijn er voor de studio om het een en ander af te maken, dus dat is heel fijn. Dus ik heb even de deur open gedaan en ik voel me nog steeds niet helemaal fit. Dit is zo'n ding om je temperatuur op te meten. Hij is rood. En hij geeft 39,1 aan. Dan doe ik nu even het andere oor. En die geeft ook rood aan, 38,8. Dus dat is niet chill. Ik voel me echt kut. Maar ik ben die... Ik hoop niet dat ik erbij ga hoesten zoals dit. Dat vind ik echt drama. Ik heb het ook helemaal warm nu in één keer. Ik ga even wat op de tv kijken. Oh, ik doe even deken af. Ik heb in één keer ziek warm. En Marvin probeert nog even verder te slapen. Ja, dat. Voor de rest heb ik geen nieuws. Ik ga weer mijn serie kijken. Griselda Blanco. Zo, dames en heren. Het is ondertussen 5 uurtjes later. En ik voel me nog steeds shit. Ik heb niet meer het gevoel dat ik me zo shit voel als vanochtend. Dat was echt waardeloos. Ook dat hoesten valt op zich nu wel weer mee. 5 uurtjes geleden, dat was dus om 8 uur 's ochtends. Oh, ik voelde me echt zo waardeloos. Niet normaal. Ja, en wat doe je dan? Ja, ik ga dan altijd serie kijken. Omdat ik dan gewoon lekker afgeleid ben. Tenminste, ja, je probeert afleiding te zoeken en niet te denken aan dat je ziek bent. Ja, ondertussen, die afgelopen 5 uur was wakker slapen, wakker slapen, wakker slapen. De hele tijd op en af. Af en toe werd er eens even aangebeld. Dus er zijn weer pakketjes gekomen. Dus die zal ik even binnenzetten. En ja, voor de rest, Marion die is weg geweest voor een deep tissue massage. Die is net weer terug. Ik heb nog helemaal niks gegeten. Mijn maag voelt ook heel erg leeg. Dus ik ga denk ik even genieten van lekkere crackertjes met kaas en komkommer. Daar had ik gisteren ook al super veel zin in. Dus dat wordt mijn ontbijtje, denk ik. Dit ziet er in ieder geval heel erg goed uit, dames en heren. En ik ben ook echt blij dat ik weer trek heb. Want ik had echt buikpijn van de trek ook gewoon. Dus dat is goed nieuws, denk ik. Lekker gembertheetje erbij. En de mannen zijn bezig buiten. Ik kan wel even een klein beetje laten zien. Dus ik ga sowieso later vandaag even een update aan jullie geven van wat ze allemaal aan het doen zijn daar in de studio. Maar dat wordt in ieder geval super nice. En ook in de garage. Toch hebben ze wat gedaan? Ja, zijn ze bezig of moeten ze nog doen? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar gaan ze nog wel doen vandaag. Oké, nice. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Marvin die had heel erg veel zin in een mozzarella bolletje. Dus die heeft ze hier lekker gemaakt. Mm. Ja, dankjewel voor het ontbijt, schatje. Of course. Jouw gembertheetje erbij. Lekker. Zo, en dan gaat Marvin jullie straks meenemen naar iets heel erg leuks. Ja. En dat is wel gewoon hier thuis. Alleen, wij hebben zo ongelooflijk veel mooie dingen samengesteld bij Cybex de vorige keer in Amsterdam. En de draagzak die heb ik dus al binnen. Die ligt hier. Daar heb ik echt super veel zin in om die al te dragen met de kleine. Ik hoop ook heel erg dat de kleine hier helemaal gek van is van zo'n draagzak. Want ik ben er wel helemaal gek van. En het lijkt me gewoon heel erg mooi dat als ik deze draagzak om heb, dat je dan zo met de baby zo loopt en dan zo... Hoe nice is dat? Ja, daar ben ik gewoon heel erg hyped voor. En nu is dat niet het enige wat we hebben gekregen, maar we hebben echt gewoon bijna een pallet vol aan allemaal spullen die we hebben uitgekozen daar bij Cybex. En die gaat Marion dan even allemaal opmaken. Ja, daar heb ik ook zin in. Ja. Kunnen we alvast met de kinderwagen hier zo door het huis heen racen. Ja, dus dat is wel echt super tof. Alles in elkaar zetten, dat vind ik echt leuk. Ja, dus dat hoort hartstikke mooi. Oké, daar zijn we dan. Kijk hoeveel er geleverd is. Dat is echt niet normaal. Zoveel, en ik denk dat de beste tactiek is dat ik nu eerst alles ga uitpakken. Al het karton in de auto ga leggen en dat straks ook meteen ga wegbrengen. Want dit is echt veel te veel. En dan pas alles in elkaar zetten. Ik ga in ieder geval dit eraf halen. Wat is het ook allemaal? De tote bag. Dit is de luiertas die je aan de wagen kan hangen straks. Wel mooi. Wat hebben we hier? Oh, hier hebben we een deel van het zitje, denk ik. Voor aan tafel. Oeh, deze is zwaar. Heel
zit denk ik een deel van de kinderwagen in. De wielen! Heel nice. En dan hebben we hier het onderstel, denk ik. Ja, dit is het onderstel. Zo, die is best wel zwaar. Hoppatee. Zo, dat was wel het zwaarste gedeelte, denk ik, het onderstel. Die ga ik eventjes wegleggen. Zo, wat hebben we dan hier? Oeh, een autootje. Heel nice. Wow, is wel gek, hè? Nu komt het wel echt ineens dichtbij. En ik denk van, wow, nu wordt het steeds echter. Oké. Het autositje. Gaan we straks ook uitpakken. Ah, deze vind ik ook echt zo leuk. Dit is zo'n zakje die je dus in de buggy legt. Zo'n soort slaapzakje. Ah, ja. Kijk dan. Zo lekker zacht ook van binnen. Deze hoort weer bij het zitje voor aan tafel. Kijk dan hoe deze opmaakt. Ja, dat is een deel van het onderstel, denk ik. Deze nog. Deze is wel heel groot. Ik denk dat hier misschien die soort van wieg, die reiswieg in zit. Zo benieuwd naar de kleur. We weten natuurlijk welke kleur we besteld hebben, maar het is gewoon leuk om het dan straks in zijn geheel te kunnen zien. Oh nee! Dit is voor op het zitje van het onderstel die ik net had uitgepakt. Voor aan tafel. Heel nice! Oh mijn god. Dit zijn de skietjes voor onder de kinderwagen. Oh, hoe leuk gaat dat zijn? Als je dan in de sneeuw bent, dat je dat dan zo onder kan schuiven. En dat je dan gewoon makkelijk door de sneeuw kan lopen. Wat is dit? Oh, dit is het zonneschermpje voor op de kinderwagen. Dat is wel echt belangrijk, want wij gaan een zomerkindje hebben. Dus dan moet je wel echt goed beschermen tegen de zon. Dit is, oh, de drinkhouder. Ook voor op de kinderwagen. Dit waren dus allemaal accessoires die je op de kinderwagen kan zetten. Wat we dan straks natuurlijk ook even gaan doen. Oké, wat hebben we dan hier? Dit is denk ik de buggy dan. En die buggy, die kan dus in de handbagage, of in handbagage, die kan mee als handbagage in het vliegtuig. Dus op zich zou het logisch zijn dat die hierin zit, want hij zit natuurlijk helemaal opgevouwen. Ja hoor, dat is hem! Hoppa! En zo makkelijk is het! Die hoef je dus niet helemaal niet meer in elkaar te zetten. Er zit gewoon nou het liefst erbij in. Peter! En dan hebben we hier toch de reiswieg. Ja! Het mesje weg. Hoppatee. Oh, die kleur vind ik ook zo mooi. En dan dacht je dat de pallet leeg was. Nee, deze had ik er dus blijkbaar nog afgetild. Die staat er ook nog. Bijna leeg. Bijna leeg. Zo, deze is ook wel zwaar. Oh, dit hoort bij het autositje. Zo, jeetje, ik ben helemaal buiten adem. Deze is zo goed ingepakt. Maar welke kant moet het open? Moet ik hem nu aan de zijkant uittillen? Ja! Ja, dit is zeg maar het kliksysteem die je achter in de auto zet. En daarop klik je het kinderzitje. Jeetje hoor, ik ben echt buiten adem. Oei, oei, oei. Sowieso merk ik dat nu echt heel erg hoor. Dat alles me zoveel meer moeite kost. Wat natuurlijk niet heel gek is. Maar soms ook wel een soort van confronterend. Want dan denk je van, jeetje, je loopt maar een trap op. En je bent helemaal buiten adem. Hoe kan dat nou? Of als ik dan heel veel gedaan heb, dan ben ik gewoon 's middags klaar. Dan denk ik gewoon van, ja, het is genoeg geweest. Dus ik ga nu al het karton in de auto leggen. Dan ga ik dat naar de vuilstort brengen. Dan moet ik mijn nagels laten fixen. Want die zijn in slechte staat. En daarna gaan we dit allemaal in elkaar zetten. Oh, daar heb ik zoveel zin in. En ik heb echt zin om achter die kinderwagen zo te gaan lopen.
Die zit helemaal vol. Er kan echt niks meer bij. Zo, de Velstar wordt aangekomen. Deze lag helemaal vol. Die is inmiddels leeg. De hele achterbank lag vol. Die is inmiddels leeg. En de achterbak is ook leeg. Ik heb hier alleen nog een koffertje die ik weg ga gooien. En dan kunnen we door naar mijn nagelafspraak. Hoppa, de afspraak bij de nagels ook weer gehad. Ik heb super cute hartjes op mijn nagels gedaan. Omdat het bijna Valentijnsdag is, dacht ik, dat is wel leuk. En nu ga ik snel naar huis, want Enzo belde net en die zei, heb jij mijn camera? En toen zei ik, ja, want ik was toch alles aan het fixen qua karton en zo. En hij wou graag in de studio gaan kijken, maar dat wou hij natuurlijk niet doen zonder zijn reactie te filmen. Dus hij zei, als je dan straks thuis bent, moet je maar mij even bellen. Dan kunnen we samen eventjes in de studio gaan kijken wat de mannen vandaag gedaan hebben. Dus ik ga snel naar huis en dan gaan we zo naar de studio kijken. Oké, plannen zijn gewijzigd. Ik ging Enzo namelijk bellen of hij naar buiten kon komen. Maar volgens mij is hij aan het slapen en ik wil hem natuurlijk ook niet wakker maken. Want hij moet eventjes goed uitzieken. Dus dan gaan we maar verder met het in elkaar zetten van de, hoe heet dat, kinderwagen. En het stoeltje en weet ik van het allemaal. Dus dat ga ik wel even lekker binnen doen nu. Ik heb net alles uitgepakt in de garage natuurlijk. Maar het is nu best wel koud. Dus ik ga lekker alles naar binnen slepen en dan hier alles in elkaar zetten. Oké, alles naar binnen gesjouwd. En dan is het nu echt tijd om alles in elkaar te gaan zetten. Ik heb het al warm en ik heb trek, dus ik ga even lekker wat eten. Maar in ieder geval, de kinderwagen zit zo goed als in elkaar. Dat rijdt, die autostoel, die hoeft niet echt verder in elkaar. Alleen dus die stoel die daar staat, voor aan tafel, die moet nog wel echt in elkaar. Oh ja, en we hebben natuurlijk die buggy die ik niet weet hoe die open gaat. Goed, succesvol! Volgens mij is er iemand wakker. Yes. Welkom op deze planeet. Is nog daglicht. Oei. Wow. Nice. Ja. Alleen je moet me nog wel helpen met een aantal dingen, want het lukt me niet. Wat? Die wieltjes gaan niet draaien. Oh ja, maar ja. Jij wist volgens mij hoe dat moest, of niet? Oh, joh. Hij is mooi, hè? Weet je wat het zieke is? Hij is gewoon bijna de kleur van de auto. Toen ik het aan het uitpakken was, dacht ik, wow. Het is gewoon de kleur van de auto, die grijze kleur. Wat, dit is zo ziek. Maar hij past ook mooi in het huis. Ja, klopt. Bizar, hè? Ja, alleen die wieltjes horen te draaien, maar ik weet even niet hoe dat moet. Ja, ik dacht ook die, maar dan gaat hij op de rem. Ja, hij hier op de rem inderdaad. Ja. Ja, hoe zat dat? Ja, misschien heb ik ze ook wel gewoon verkeerd onderin hoor. Dat ze andersom erin moeten. Oh ja. Dat kan ook nog. Ja, want waarom zou het überhaupt niet zo willen krijgen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik werd net een beetje agressief. Oh, schatje. Daarom heb je mij nodig. Daarom heb ik jou nodig. Ik zou ook tegen de kijkers, ik ga de rest gewoon... That's daddy. That's daddy. Yes. Yes, baby. Ja, yeah, that's nice. And that's daddy.
Oh, goed gedaan. Hey, let's go. Maar ik heb nog eentje waar ik je hulp bij nodig heb. Nou, oké, okay, nou jongens, deze heb ik inmiddels iets verder gekregen, maar die is nog niet heel veel verder. Maar deze is me echt een raadsel. Dit is die travel ding. En ik krijg hem gewoon... Nee. Oh, ik word echt bijna boos. Je hebt gewoon niet uitgekomen. Nee. Ja, daar ben ik achter. Als je daarop klikt, dat die open gaat. Deze? Ja. Dat wat open gaat? Als je dat zeg maar ingedrukt houdt. Ja. Op een bepaalde manier. Dan gaat wat open? Dan heb ik dit open. Zover was ik. Ja. En dan, het hoort heel makkelijk te gaan. In die winkel deden ze echt zo, hup, en hij was open. Wow. Ja. Dat ja. Ja, het hoort heel makkelijk open te gaan. Ja. Ik zat ook overal aan te trekken. Ik mag niet lachen, want ik had precies hetzelfde. Je wordt hier boos van, hè? Nee, ik ben heel veel geduldig. Oh. Maar goed, we hebben die ook nog niet per se meteen nodig. Maar ja, het is wel gek, want bij hun ging het zo makkelijk. En die inderdaad, dat dacht ik ook dat het was, want daar trokken ze ook aan of zo. Dit is dus om mee te nemen. Klopt. Dat is dus ideaal. Dit is gewoon handbagage. Ja, hiermee kom je eraan. Ja. En dan wil je baby in de dinges doen en dan doe je inderdaad... Zoiets. Ja, schatje. En hier is Daddy. Hey, schatje. En hier is Daddy. Yes. Hier van de rem af. Skirt. En hier is Daddy. Nice, babe. Daddy. Kijk, daar heb ik jou nodig. Twee erbij. Ja, die is zo compleet. Top. Geen probleem. Nice. Weet je wat het nou is? Nee. Ik zag het later pas. Er zit een lok. Kijk, deze. Ah. Dus het is heel simpel. Dit is gewoon een lok, zie je? Oh ja. Dus wat je doet, dat vind ik zo bizar. Als je dit zo ziet, dan denk je echt gewoon van... Zo, dat is een grote kinderwagen. 22 kilo, ja, kan erin. Een buggy. Dus misschien ook een keer zak groente of zo. Ja, maar nu gaat... Ja. Als je een klein hebt, dan doen we dus blijkbaar hier op het slot. Ja, die gaat automatisch in het slot. Zie je alleen aan deze kant. Ah. Dus als je hem open doet, kijk zoals nu, als ik dan nu weer dit doe, kijk echt niet open, nee. Zit hier. Als ik dus deze zo doe. Smart. Ja, kijk, daarom heb ik jou nodig, schat. Jij hebt wel ruimtelijk inzicht. Boom. En die van mij is verloren gegaan. Ja, dat ben ik 5 jaar geleden gevraagd op YouTube en ik was kapot. Ja, dat dacht ik ook al. Dan was je gaan lopen roppen. Heb je dan zin om nu nog iets in elkaar te zetten? Of denk je, nou, dit was wel weer genoeg voor vandaag? In elkaar zetten weet ik niet. Dit is meer oplossen. Maar het is niet... Ja, de volgende is ook oplossen. Oké. Okay. Hou me vast. Oh, wat heb je nu weer? Kijk, deze zit ook zo goed als in elkaar. Oh, dit is het... Oh, dit is dat andere zitje. Ja, maar die is eigenlijk voor later pas, hè. Vanaf 8 maanden of zo, volgens mij. Ja. Maar, nu ben ik die... Dus, hoe noem je dit ook alweer? Gebruiksaanwijzing aan het lezen. Handleiding. Handleiding. En, nu ben ik bij deze stap, stap 9. En ik kan gewoon dat hele koordje niet vinden. Geef mij eens. Oké, dan moet hier een koordje in het midden zitten. Ja. Door dat koordje wat hierin hoort. Ja, en hieronder, als je hem optilt, dan is er wel een koordje. Kijk, deze. Dus waarschijnlijk is het deze. Heb je die in elkaar moeten zetten, deze? Ja, ik heb die hoes om die ijzer heen moeten doen. Nee, je kan hem heel makkelijk er weer afhalen, hoor. Hier, bij stap 5 zit het koordje gewoon nog aan de achterkant. Zie je dat? Hier zo. Dus... In principe klopt het wel hoe die was. Maar dit is gewoon een gekke afbeelding. Ik kom hier net bij kijken, wacht even. Oké, we zitten al even weer te k***en. En op een gegeven moment denk ik, we missen iets. Ik dacht oprecht dat die gewoon een verkeerde gebruiksaanwijzing was, hè? Ik dacht al, er moet nog iets bij zitten dan of zo. En in één keer Marius zegt, wacht eens even. En ze loopt daarheen en ze pakt deze. En wat zit erin? Het gordeltje. Het laatste gordeltje. Die lag daar gewoon. Ja, klopt. Jij zei, ik heb alles uitgepakt. Ja, toch niet. I'm sorry. Oké.
Ja, nu kunnen we weer verder. En dan moeten we gewoon even weer de stap voor stap de gebruiksaanwijzing volgen, denk ik. Oké, we komen zo bij jullie terug. Ja. Ik kan jullie vertellen dat het gelukt is. Hij zit in elkaar. En weet je wat nog het allermooiste is? Dit stoeltje ga je pas gebruiken. Ja. Bij 8 of 9 maanden of zo. Ja. Dus ja, eigenlijk is dit pas voor over een jaar. Maar hij zit in elkaar en ik ben er trots op. Het is wel pas gefixt. Precies. En ja, hier ligt ook nog wat. Maar deze twee hoeven niet in elkaar, want dit is voor in de auto. Dit is het autozitje, die zit al in elkaar. Eigenlijk alleen dit nog. Want dit is dan het zitje die je aan tafel erbij zet, zeg maar. Dus op zich hebben we echt wel bijna alles in elkaar nu. Trots. En dan is het nu tijd om naar de studio te gaan. Mm-hmm. En een paracetamolletje te nemen. Heb je nog koorts? Heb je dat nog gecheckt? Wat denk je? Wat voel je? Nog steeds warm, koud, warm, koud? Dat is wel echt zo'n koortsdingetje namelijk. Ja, maar niet zo erg als vanochtend. Vanochtend was ik echt... Ja, dat voelde ik al meteen weer inderdaad. Toen je wakker werd, dacht ik, doe maar even weer temperatuur mee. Ja, het bed is net verschoond sinds gisteren, maar ik heb vanochtend wel weer een paar keer geswommen in bed. Ja, ik ga dan nu niet meer wassen, maar morgen wel. Zullen we even naar de studio lopen? Let's go. Dan gaan we heel even bij de studio kijken. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ook. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ver ze gekomen zijn. Ja, ik ook. Ze hebben alles wat ze vandaag wilden doen, hebben ze gedaan, zeiden ze. Oh, beter. Dus ze komen morgen weer terug om 7:30. Fijn. En dan gaan ze ook bezig met de garage, lijkt me. Ja, want er komen plinten in de garage. Ja. Even kijken hoe we het licht aankrijgen. Oh ja, ze hebben hier wel... Oh, nou ja, die moeten een verlengsnoer vanaf de... Is dit hem? Ja, dit is hem. Okay. Daar gaat hij. Ja, oh, jeetje. Zo. Wel hoor. Maar nice. Ja, zo ziet het er dus uit. Ja, die muren hebben ze allemaal in elkaar gezet. Ja, dat is heel erg nice. Ja. Daar hier kan... Komt... Even doe jij maar. Okay. Hier komt een grote kast. En dan heb je hier 4 stopcontacten al in de kast verwerkt. En ook aan deze kant. Zodat ik altijd op heuphoogte gewoon mijn dingetje kan opladen. Dat is echt super nice. Hier komt dus zo'n verlichtingkoepel. Je halo. Ja, met een sensor. Dat als je de deur open doet, dat die dan automatisch aanspringt. Yes. En dan ja, komt hier een toilet. Ja. Ze zijn zo komen verder geweest, geloof ik. En voor de rest hebben we alles al uitgezocht. Tegels, de toilet, de wastafel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik deze keuze voor jou gemaakt heb vanmiddag. Welke keuze? Want hij vroeg aan mij, wil je dit recht of wil je zo'n randje dat je daar dingetjes op kan zetten? Ja. Toen zei ik, ja doe maar een randje, want dan kan je wc-papier en zo ja, allemaal opzetten. Ja, dat is goed. Ja, toch? Ja. Anders kunnen ze het misschien nog fixen, maar ik dacht, je wil vast ook wel... Ja, nee, goede keuze. Nice. Toppie. Helemaal top, dankjewel. Ja, dit is het. Dus dat, daar hebben ze wel weer wat tijd in zitten. Het is echt groot hoor. Als je zo'n camera wordt, is het gewoon echt een extra kamer. Ja, super fijn. Want hier komt dan ook nog een kapstok. En dan een schoenenrek. Ja. En dan kan je hier je schoenen uitdoen. En dan kan je zo lekker doorlopen naar die kant. En hier komt ook weer een gietvloer. Ja, toppie hoor. Dus dat is echt super mooi. En dan hier gewoon een grote kast. Perfect! Heel fijn. Ja. Ik moest even die de haspel halen binnen. Ja. Maar het is heel gek om hier in de studio te zijn. Dat ben ik echt lang niet geweest. Nee, inderdaad. Ja, Bas die is hier elke dag geweest. Klopt. Maar ik ben echt lang niet hier in de studio geweest. Vind je het fijn? Oh, wow, hij flikkert helemaal. Nu niet meer, toch? Nee, nu niet meer. Ja, ik vind het super fijn om hier weer even te zijn. Ja. Alleen, ja, niet als ik ziek ben, dan vind ik het niet heel leuk. Snap ik. Maar kijk wat ik hier heb neergezet. Oh, wow, joh. Toen we terugkwamen van Japan... Heb ik deze meteen uitgepakt en neergezet. Geniaal. Dus die heb ik hier zo bij het bureau staan. Ja, lekker hoor. Ja, we kwamen terug van windsport. Toen heb ik hier de laptop opengeklapt, beelden overgezet. En toen daarna alleen maar op bed gelegen. Ja, klopt. Dus ja. Maar dat komt wel weer. Je hebt straks alle tijd weer om hier lekker te chillen. Ja, zeker weten. Maar ja, voor nu maar even lekker op de bank liggen. En het is 6:10 en je had het over dat je trek had of zo. Ik heb brandend maagzuur en dat is een teken dat ik even wat moet eten. Want okay. Je moet elke keer dan blijven snacken eigenlijk. Ja, nou laten we dat dan even fixen. Dus dat ga ik even fixen. Maar ik wou eigenlijk, want ik heb van gisteren heel veel kip gehakt en groenten over, wou ik gewoon weer een wrappie maken.
Oh ja. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik goed. Oké. Ja hoor. Dan is het ook lekker simpel, dus dan zijn we binnen 3 minuten klaar. Super nice. Let's go eat! Ja, nice. Gaan we even lekker smikkelen, dames en heren. Oh, hier, deze kan ik zelfs nog weghalen hier. Mijn koffer. Die kan zelfs nog mee. Wel echt mooi hoor, hier. Ja, zeker weten. Dit is de allerlaatste zowat. Ja. Dus dat is helemaal top. En dan gaan we binnenkort even het appartement laten zien. Dus ja. We zijn zo hard bezig geweest. Hebben ze ook veel gedaan. Klopt, we hebben 1 tegenvallen bij het appartement. Ja. Maar ja, dat gaan we nog wel later even van jullie laten zien. Wat we niet konden weten, en dat is het stomme. Nee, dus klopt. Dat is een beetje naar. Maar we hebben wel een mooie kleur uitgekozen voor op de muur. En jullie horen het goed, kleur ja, voor op de muur. Kleur. Geen wit, geen grijs, kleur. En daar is Michel nu mee bezig deze week. Dus als wij gaan, dan is het waarschijnlijk al geschilderd. Ja, dus dat is wel echt super fijn. Dus binnenkort daar meer een update over. Nou, ik ga even die haspel opruimen en dan zie ik zo binnen voor het eten. Dankjewel. Zo, daar hebben we weer een lekkere maaltijd, dames en heren. Vooral de chippies en dit sausje is echt altijd een lekkere snack voor erbij. En dan een wrappie en dan dit op de wrap. Heerlijke maaltijd, schatje, dankjewel. Makkelijk, maar lekker. Ja, toch? Ja. Oké, dames en heren, het is tijd om naar bed te gaan. Ik begin me nu weer echt shit te voelen, maar dat komt omdat het later op de avond is. Dus ja, dan heb je dat. Vaker je ziek bent. Hij schat je. Hoppa. Oeh, het is hier lekker warm. Oh. Oeh, dat is echt fijn. Dat hey. Is ook een keer een verandering. Die film wilde ik ook kijken. Echt? Ja. Dat is die ene film over die vliegtuig die neerstort en dan overleeft. Ja, wow, we kunnen samen wel kijken hoor. Ik ben al net begonnen. La Sociedad de la Nieve of zo. Nieve. Ik weet niet precies. Ja, we gaan liggen aan jouw kant. Oh, jij hebt iets gedaan. Je hebt dat warmtedekentje neergelegd. Is dat echt zo? Ik ga maar lekker liggen. Wow. Maar dat is... Wow. Oh, instant warm. Yes, baby. Ja, je klaagt elke avond als je naar bed komt. Kijk eens, kruikjes hebben ons warm gemaakt. Echt? Oh, wat lekker. Oh, maar dit is echt heel fijn. Zo, wat een verwennerij is dit. Het is echt warm, hè? Mm-hmm. Hij ligt gelukkig alleen aan jouw kant. Ja, want ik... Echt, Myron die houdt... En ik had dat eerst ook wel dat ik dat fijn vond. Maar de laatste tijd niet meer. Maar jij hield heel erg van... Of nog steeds dus, van heel erg koud in de kamer. Maar nee, echt koud. Het valt echt wel mee hoe koud het valt echt niet mee. En elke avond zit ik hier zo... Niet eens ramen open, niks hè? Nee, maar het is hier gewoon koud. Dus nu heb je zo'n warmtedekentje neergelegd die ik heb gekregen. Ja, want elke avond zit jij... Oh, het is zo koud. Ja, maar helemaal omdat ik nu ziek ben, heb ik het zo snel koud. Maar dan soms ook weer heel warm en dan... Klopt. Dus ja, dat is niet fijn. Maar goed, in ieder geval... Dit is wel fijn, hè, dekentje. Ja, zeker. Dit is wel fijn. Nou goed, in ieder geval, ik ga lekker slapen. Ik neem nog wel... Of nou, niet slapen. Ik neem nog wel even 2 paracetamolletjes. Ik kan wel heel even meten of ik nog koorts heb of niet. Oké, daar gaat ie. Nee. Deze is 37,4 in het groen, dus dat is nice. Perfect. Maar dat kan echt 2 kanten op gaan, hoor. 36,8. Super. Dus, dat is nice. Ja. Ook al voel ik me nu in de avond zo wel weer een beetje wat slechter, maar... Ja, maar gisteravond gingen we ook meten en toen had je ook geen koorts meer. En toen, vanochtend toen je wakker werd, had je in één keer heel erg koorts. Ja, vanochtend voelde ik me echt heel slecht. Ja. Ja, dus inderdaad. Dus ik hoop dat ik nu morgenochtend wakker word dat ik geen koorts meer heb. Ik hoop het. Maar goed, in ieder geval, ga nu even lekker een filmpje kijken dan. En morgen weer een nieuwe dag. Bedankt allemaal voor het kijken. Super lief dat je wat hebt gefilmd voor mij, schatje. Het openmaken van de babyspullen, echt super nice. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik check jullie morgen om 4:00. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.